Het is donderdag 14 augustus. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Nog steeds grote chaos bij Rotterdamse sociale dienst. Horeca niet blij met dijkversterking op Eiland van Dordrecht. En problemen bij vervoer nierdialyse patiënten. We gaan eerst eens kijken naar het weer van morgen. Ed Aldus. Vrijdag is een wisselvallige dag met af en toe zon, maar er vallen verspreid over de regio ook buien met kans op onweer daarbij. De temperatuur die komt tussen de buien door nog uit op zo'n 19, hooguit 20 graden. En er waait een matige westen tot noordwestenwind. Nou, de komende dagen wordt het zelfs nog wat wisselvalliger. Meer daarover straks in het lange weerbericht. De sociale dienst in Rotterdam kampt nog altijd met grote problemen. Bijstandsaanvragen worden niet op tijd behandeld. Er zijn betalingsachterstanden en cliënten worden niet teruggebeld. De Rotterdamse ombudsman vindt dat de gemeente de problemen nog altijd niet serieus genoeg neemt. En dat ondanks de beloofde verbeteringen. Advocate Annie Lenting ondersteunt zo'n 100 cliënten per jaar die een bijstandsuitkering proberen aan te vragen bij de gemeente Rotterdam. Maar regelmatig gaat het mis. Nou, ze krijgen nog wel een uitnodiging voor een gesprek. En dan worden er wel stukken ingenomen. Dan krijgen ze meestal kort daarna te horen dat ze nog meer stukken moeten inleveren. Dat doen ze dan braaf. En vervolgens horen ze niets meer. En ook bij de ombudsman in Rotterdam regent het klachten. De wet is er heel duidelijk over. Er moet binnen 8 weken nadat mensen een bijstandsuitkering aanvragen een beslissing komen. En dat gebeurt in honderden gevallen niet. Het is niet voor het eerst dat de ombudsman aan de bel trekt. Al jaren kan de sociale dienst de stroom van aanvragen niet aan. Het brengt Rotterdammers zonder baan in grote financiële problemen. Daardoor konden mensen de hypotheeklasten niet meer betalen. Gas, water, licht kwam in de problemen. Mensen met kinderen die komen in de problemen. Aanmaning, incassokosten. Het stapelt zich allemaal op als je geen inkomsten hebt. En de bijstand is een vangnet. De sociale dienst is de afgelopen tijd een stuk strenger geworden. Volgens advocaat Lenting is dat een van de oorzaken dat het zo lang duurt voordat er een antwoord komt. Van alle bankafschriften die er zijn, moeten ze soms altijd 3 maanden laten zien. Maar sommige mensen moeten over een heel jaar. En nog anderen soms nog langer, over 5 jaar. Dat kost veel tijd en energie, ook voor die mensen om dat allemaal door te nemen. Dus het vergt veel controletijd. In een schriftelijke reactie laat de gemeente weten dat het aantal openstaande aanvragen inmiddels is afgenomen. En dat er met man en macht wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Ik hoor al een tijdje dat er hard aan gewerkt wordt en dat het veel beter wordt. Maar als je nu in de financiële problemen zit, dan heb je niks aan de belofte dat het straks veel beter wordt. In een complex van portiekwoningen aan de Jan Cruijffstraat in Rotterdam-Delfshaven heeft donderdagochtend urenlang brand gewoed. 24 woningen zijn onbewoonbaar geworden. De brand ontstond op de 3e verdieping en sloeg door naar een etage hoger. De brandweer was met veel materiaal aanwezig om de brand te bestrijden. 14 woningen werden ontruimd en 15 bewoners moesten opgevangen worden in zorglocatie De Schans. In een van de woningen werd een hennepkwekerij aangetroffen. Mogelijk is de plantage de oorzaak van de brand. Niemand raakte gewond. Vervoerder Connection laat steken vallen in het vervoer van nierpatiënten. Ziekenhuizen in de regio en de Nierpatiëntenvereniging Rijnmond erkennen het probleem. Patiënten komen te laat of helemaal niet aan bij de dialysecentra. Dagelijks gaan honderden nierpatiënten met taxivervoer naar een van de dialysecentra bij ons in de regio. En dat vervoer met name bij Connection gaat niet altijd goed. En dat heeft grote gevolgen voor de nierpatiënten. Als hij te laat komt, dan houden ze in dat hij te kort gedialyseerd wordt. En de meeste patiënten moeten ongeveer 4 uur gedialyseerd worden om alle stoffen uit het bloed te halen. En komen ze te laat binnen, dan wordt er dus te weinig stoffen uit het bloed gehaald. En dan gaan ze dus eigenlijk minder beter naar huis. Ja, minder schoon. Minder schoon. En het is natuurlijk voor het verplegend personeel ook vervelend als je net iedereen hebt aangesloten en Pietje komt te laat. Nou ja, dat is minder erg, maar meestal hebben ze een heel strak schema gemaakt van Pietje wordt op die tijd aangesloten en Jantje op een andere tijd. En als dan de patiënten te laat komen, dan gooien ze het hele schema in de war. Dus ze hebben meestal een bepaald schema waar hoe de mensen aangesloten worden. Zowel het Sint-Franciscus Gasthuis als het Maastad Ziekenhuis erkennen de problemen met Connection. Maar omdat de vervoerder vanaf aanstaande maandag beterschap heeft beloofd, willen ze niet voor de camera reageren. De Nierpatiëntenvereniging is blij met het aanbod van de vervoerder, maar maakt zich grote zorgen als over een aantal jaren een nieuwe aanbestedingsprocedure volgt. Als er een nieuwe aanbesteding is, dan komt er weer een nieuw taxibedrijf. De taxichauffeurs moeten weer een speciale opleiding krijgen. Want die moeten weer dialysepatiënten kunnen vervoeren. En dan begin je weer eigenlijk van vooraf aan.
Dus het kan zijn dat nu straks de problemen opgelost zijn met Connection. Dan komt er een nieuwe ronde voor aanbestedingen. En dan zitten we weer hier. En dan kan zijn dat we weer helemaal van voren af aan gaan beginnen, ja. Connection laat in de reactie weten dat een deel van de problemen zijn ontstaan door het faillissement van een onderaannemer. En daardoor kwamen ze zonder materieel te zitten. Er wordt nu gewerkt aan een spoedige oplossing. Martin Mooi, medeoprichter van het Rotterdamse dichtersfestival Poetry International, is dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Mooi stond in 1970 aan de wieg van het festival, dat later uitgroeide tot een ontmoetingsplaats van talloze dichters uit binnen- en buitenland. Mooi bleef Mr. Poetry tot 1996. Daarna richtte hij samen met Remco Kampert de stichting Poets of All Nations op. Verder was Mooi verbonden aan de Martin Toonder Stichting. De Rotterdammer was ridder in de orde van Oranje-Nassau. Het waterschap Hollandse Delta is druk bezig met het verstevigen van de dijken van het Wantij en de Dordtse Kil. En dat is hard nodig, want tijdens de laatste keuring kregen de dijken een zware onvoldoende. Toch lijkt niet iedereen blij met de werkzaamheden die gepaard gaan bij het verzwaren van de dijken. Dagelijks leveren schepen grote hoeveelheden zand aan die worden gebruikt voor het verstevigen van de dijken. Tractoren rijden af en aan bij de kop van het land om het zand vervolgens naar de juiste locatie te brengen. Elke 6 jaar, in de toekomst elke 12 jaar, wordt een dijk gekeurd. Dan wordt gekeken of er sterk genoeg is. En op een aantal onderdelen kan een dijk afgekeurd worden. En dat is in dit geval, om de onderloopsheid tegen te gaan, moest hij aan de binnenkant versterkt worden. En hier en daar wordt ook de bekleding vervangen, sterker gemaakt, van een steviger kleilaag voorzien. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 klaar. Kosten ruim 30 miljoen euro. Het is niet zo als een dijk afgekeurd wordt dat er acuut gevaar is. Maar dat is hetzelfde als met een auto die afgekeurd wordt. Dat wil niet zeggen dat je er direct een ongeluk mee krijgt, maar je moet er wel wat aan doen. En je kunt als een dijk afgekeurd wordt niet direct gaan versterken, want je zult toch eerst met de omgeving in gesprek moeten. Het geeft overlast, vandaar dat het toch een aantal jaren duurt, zo'n dijkversterkingsproject. Met de huidige verzwaring van de Wantijdijk vermindert de kans op een overstroming aanzienlijk. Een prima investering dus, zou je zeggen. Toch is niet iedereen enthousiast. De horeca aan de Zeedijk ondervindt grote hinder van de werkzaamheden. De plaatselijke herberg ontvangt door de week geen logees meer, omdat de luidruchtige werkzaamheden 's ochtends vroeg al beginnen. Het naastgelegen café overweegt een tijdelijke sluiting. Begrijpt u wel dat dit soort werkzaamheden moeten plaatsvinden? Ja, nou, ik geloof zelf niet dat het water zo hoog gaat staan, maar men zegt dat wel gebeurt. Nou ja, daar moeten we dan vanuit. Het wordt allemaal uitgerekend. Maar dit is onvermijdelijk. Je kunt het als waterschap, maar ook als gemeenschap niet maken een dijk die afgekeurd is niet te versterken. Dat moet je doen. Morgen speelt Feyenoord tegen Heerenveen. Maar op de persconferentie van vandaag ging het niet alleen over die wedstrijd. Want er is veel transfernieuws bij Feyenoord, Dennis. Ja, Jordi Klaas lijkt toch te gaan vertrekken bij Feyenoord. Er zit een beweging in zijn transfer naar FC Porto. De Portugese topclub heeft namelijk gisteren zelf een andere middenvelder verkocht, Steven de Voer. En dus is er ruimte nu om Klaas eventueel aan te trekken. En dat biedt dan aan Feyenoord weer de ruimte om natuurlijk versterkingen te halen om Klaas weer te vervangen. Zo mikt Feyenoord op Hakim Ziyech van Heerenveen en op Jens Toornstra van FC Utrecht. Beide spelers zijn nadrukkelijk in beeld, maar kunnen uiteraard morgen tegen Heerenveen nog niet spelen. Dat geldt ook voor die andere aanwinst die nog niet helemaal officieel binnen is. Maar het zit eraan te komen. Die Colin Kazim Richards, ook hij, kan nog niet spelen tegen de Friese. Colin Kazim Richards speelde sinds februari geen wedstrijd meer en moet dus, na afronding van zijn transfer, eerst volledig fit worden. Ja, op dit moment weet ik dat hij wel heeft getraind. Maar volgens mij heeft hij in de voorbereiding, maar eerlijk gezegd weet ik dat niet 100% zeker, eigenlijk geen wedstrijd heeft gespeeld. Dus wanneer hij daadwerkelijk allemaal rondkomt, dan denk ik dat hij nog wel even wat tijd nodig heeft om hem werkelijk aan te sluiten. Dat is mijn gevoel, zoals ik er nu over denk. Maar ik moet hem eerst zien. Het lijkt logisch dat Mitchell Tevreden, de matchwinner van afgelopen zondag in Den Haag tegen Heerenveen, zijn kans weer krijgt in de basis. Hij begon tegen Den Haag nog op de bank, maar omdat Kazim er toch nog niet is, zal hij waarschijnlijk weer in de basis staan. De manier zoals hij omgaat met alle krachtenvelden die rondom hem zijn gecreëerd, vind ik het heel knap dat een speler
stoïcijns is en door blijft gaan. Waarvoor hij hier is aangesteld. Is A, om scoren en heel hard te werken. Nou, en zijn attitude, zijn houding vind ik vooral heel positief. Nou, Feyenoord-Heerenveen begint morgenavond om 8 uur. Tegelijkertijd met Achilles Sparta. Beide duels zijn te volgen op Radio Rijnmond. Het laatste nieuws bij Sparta is trouwens dat Galit Sinou waarschijnlijk gaat vertrekken vanaf het kasteel. Dat wil de speler zelf. Hij is een beetje op het tweede plan beland. Hij heeft niet meer de voorkeur van trainer Gert Kruijs, terwijl hij vorig seizoen nog de aanvoerder was. En dus wil Sinou zijn contract laten ontbinden. Sparta zoekt nu uit hoe ze dat precies kunnen gaan doen. Dankjewel, Dennis van Eersel. Wat je van ver haalt is lekker. Kan wel wezen, denken ze op Goeree over Flaké. Maar wat je van dichtbij haalt is nog lekkerder, milieuvriendelijker en ook nog goedkoper. 35 boeren, tuinders en vissers van het eiland hebben samen de coöperatie Butengeweun opgericht. Ze willen hun producten zoveel mogelijk onder de aandacht brengen in hun eigen streek. Een flinke berg graan voor de deur van Molen de Hoop in Oudorp. Het is oogsttijd en boeren rijden af en aan om hun graan te brengen. Al het graan dat de molen vermaalt komt uit de buurt. Ja, het scheelt natuurlijk enorm veel milieubelasting. Hè. Het is natuurlijk, de boer hoeft hierheen te rijden en het is hier. Ja, daarnaast is het natuurlijk een echt product uit de streek. Dus het heeft natuurlijk het karakter van hier uit de buurt. En dat, Proef je dat ook? Ja, het is wel de liefde van het eiland zit erin. Ja. Meelhandel Voogd is een van de bedrijven uit Goeree Overflakkee die zich heeft aangesloten bij coöperatie Butengeweun. Die wil lokale producten juist in de buurt meer onder de aandacht brengen. Om te beginnen maar eens in die nieuwe Rotterdamse markthal. En daar heeft ook slager Jan Florenstein wel oren naar. Nou, ik denk dat het belangrijk is om je eigen product, zeker een soort van streekproduct, gewoon in je eigen marktgebied af te kunnen zetten. Je hoeft niet heel ver te sjouwen met alles. En ja, dat gaat ook ten koste van je kwaliteit. En juist die kwaliteit, die vindt hij zo belangrijk. Hij maakt zelf worst en andere producten van koeien en varkens van een boer uit de buurt. Zonder antibiotica en zonder groeibevorderaars. Maar hoe zorg je dan dat je ook qua prijs kunt blijven concurreren? Ja, door alles dicht in de buurt te halen heb je bijvoorbeeld minder transport. Je loopt gewoon schakels mis, dus je kan je kostprijs ook normaal houden en in de hand houden. Een piepklein winkeltje voor de deur bij Bert Rietveld uit Herkingen. Maar het grootste deel van zijn appels en peren levert hij aan grote supermarkten. Ook hij sluit zich graag aan bij de nieuwe coöperatie. Het is altijd goed om een vergroting te hebben van je afzetgebied. En wat is er leuker om direct aan de consument te kunnen verkopen en het verhaal achter jouw peren te kunnen vertellen. Bovendien maakt directe levering in de buurt, in de markthal bijvoorbeeld, het mogelijk om nog lekkerder fruit te verkopen. Want je hoeft het maar kort van tevoren te plukken. Hoe langer ze aan de boom hangen, hoe rijper, hoe meer suiker, hoe meer smaak. Ja, ze zeggen wel wat je ver haalt is lekker. Maar ik weet zeker, dit is dichtbij en dit is ook lekker. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website, rijnmond.nl. Wens u nog een prettige dag.